Terwijl de brandweer voor de vijfde keer een brand blust op zijn terrein, zit boer Gert S. even bij te komen met zijn hond. Bij de eerdere stalbranden kwamen tientallen koeien en een andere hond om het leven. Dit keer woedt de brand in de woonkamer van Gert. Hij blijft ongedeerd. Oh, ik dacht van, hoor ik het nou goed? Weer de brandweer. Ik denk, en ging luisteren naar welke kant die ging. En toen dacht ik, het zal toch niet weer dat huis zijn? Ja, dat klopt gewoon iets niet hoor. Dus, en wat, ik denk niet dat we het ooit zullen weten, maar goed, die boer is nu opgepakt. En wat het verhaal erachter is, geen idee. De inwoners van Werkhoven zijn verbijsterd door deze serie branden, want de ravage is gigantisch. Alle schuren en loten die hier op het terrein staan, zijn bij de branden volledig verwoest. En ook het woonhuis is na de brand van gisteravond onbewoonbaar verklaard. En dus wilden de mensen hier maar één ding, en dat is duidelijkheid over wat hier nu aan de hand is. En ze hopen dat nu de eigenaar van deze woning is opgepakt als verdachte in deze zaak, dat er eindelijk rust komt. Rust in het dorp. Het is 5 keer achter elkaar, 5 keer in 3 weken, wat is het? Ja, dat kan er niet. Je blijft alleen maar speculeren, maar wat het dan daadwerkelijk is, geen idee. Echt geen idee. Het is gewoon, gewoon stom. Echt heel stom. Hopen dat het nu ophoudt. Ja, alsjeblieft wel. Dan zijn we er ook een keer vanaf.